Hey, hier een video waarvan ik had gehoopt dat ik hem nooit meer zou hoeven maken. Ik heb namelijk 1 keer eerder verteld over slaapverlamming. Dat is mijn enige keer geweest in een hele lange tijd. En vannacht was het weer gebeurd. Ik kan het bijna niet geloven. En eigenlijk wilde ik het er ook niet over hebben. Want ik heb het eerder verteld. Vroeger heb ik gewoon heel veel nare dingen meegemaakt. En hoe meer ik ermee bezig was, hoe vaker het gebeurde. En dat is gewoon een beetje met dit soort dingen. Als je er aandacht aan geeft, of als je er gewoon heel erg bang voor bent, dan kan het sterker worden, kan het vaker gebeuren. Dus eigenlijk dacht ik, ik zeg er gewoon helemaal niks over. Maar omdat ik zo vaak de vraag krijg over scary storytimes, dacht ik, weet je, ik deel het wel gewoon en dan zie ik wel. Voor mij kwam dit echt zo onverwachts. En natuurlijk komt het onverwachts. Ik denk niet dat er mensen zijn die gaan plannen. Nou, vanavond heb ik slaapverlamming. Maar ik was er al zo lang niet mee bezig. Eigenlijk al jaren niet meer. En ook gewoon niet bang voor. Ik dacht, het is me 1 keer gebeurd. Nooit meer. En die nacht ging ik slapen. Geen probleem. Ik voelde me niet anders of zo. Of vreemd. Ik ging gewoon slapen. En iets later daarna kwam Mitchell naar bed. Ik denk dat hij rond 12:30 naar bed kwam. En ik zeg nog een soort van wel trusten, niet zeggen, want ik kan 's nachts niet communiceren. Dus ik doe gewoon een beetje zo op zijn schouder, zo van ja, ik weet dat je er bent, maar slaap lekker. En toen zijn we gewoon in slaap gevallen en naar mijn idee, uren later, werd ik wakker. Normaal word ik wakker van Mitchell's gesnurk, maar dat was dit keer niet. Het was doodstil en al heel snel realiseerde ik me, ik kan niet bewegen. Ik lag gewoon stil te liggen en op dat moment realiseer je heel snel dat niks het in je lijf doet. Ik ga even uitleggen wat überhaupt slaapverlamming is, voor het geval je mijn andere video niet hebt gekeken. Ik lees het wel even op, dan is het misschien net wat duidelijker. Slaapverlamming is een vervelend slaapprobleem waarbij je vlak voor je remslaap of net na je remslaap wakker bent. Maar je lichaam niet kunt bewegen. En dus vandaar verlamming. Remslaap is gewoon je diepe slaap. Iedereen heeft die als het goed is. En als je heel diep slaapt, is het nou eenmaal normaal dat je lichaam verlamt als het ware. Omdat dat gewoon ja, de ultieme vorm van ontspannen is. Maar als jij dus wakker wordt en je bent dus als het ware nog verlamd, dan heet het een slaapverlamming. Heel veel mensen zeggen dat slaapverlamming een droom is. En daar kunnen we over in discussie gaan. Ik geloof dat het geen droom is. Als jij dat wel gelooft, prima. Even goede vrienden, dat kan. Ik geloof gewoon dat je dan wel wakker bent, maar inderdaad verlamd. En heel veel mensen ervaren dan tijdens slaapverlamming hele enge dingen. Mijn eerste ervaring heb ik al gedeeld en dat was echt horror. Maar deze ervaring is niet heel veel minder erg. Ik vond het eigenlijk bijna traumatischer. Op het moment dat ik me dus realiseerde dat ik niet kon bewegen, ging ik mijn ogen proberen dicht te doen en dat lukte niet. Ik kon ze wel bewegen, dus ik kon van links naar rechts en van boven naar beneden kijken zonder mijn gezicht te bewegen. Dus ja, dat doe je dan, want je probeert je lichaam wakker te krijgen. Dus je gaat een beetje de dingen die je kan bewegen, die ga je bewegen. Op een gegeven moment lukte dat wel, totdat ik naar links keek van de kamer. Waarschijnlijk lijkt het op camera nu of ik naar rechts wijs, maar ik keek naar links. Toen ik eenmaal naar links keek, zag ik tussen het bed en de deur een figuur staan. Ik weet niet zeker of dit een man of een vrouw was, want aan de ene kant had het heel erg lang haar. Kan dat natuurlijk ook voor een man, maar het zag er vrouwelijk uit, om het zo te zeggen. Maar toen ik eenmaal daar keek, konden mijn ogen ineens niet meer bewegen. Ik was dus vastgezet op dat punt. Op dat moment gaan alle alarmbellen in je hoofd af. En het enige wat ik dacht is, draai je niet om, draai je niet om, draai je niet om. Op een gegeven moment, het leek urenlang te duren, maar waarschijnlijk was het net een paar seconden, begon hij of zij te bewegen. Niet om te draaien, maar ik zag overduidelijk dat het bewoog, als in dat het ademhaalde. En zoals ik net al zei, ik weet niet zeker of het een man of een vrouw was, want qua haar leek het op een vrouw, maar qua geheig en geadem was het een hele oude man. Het klonk zo niet normaal eng. Het was echt niet leuk. Dus het stond daar met de rug naar mij toe te ademen. Echt zo heel zwaar. En het was zo intens. En ik kon wel janken, maar op dat moment lukte dat natuurlijk ook niet. En ik probeerde echt alles in mijn lijf gewoon te zeggen. Dit is niet echt, dit is niet echt, dit is niet echt. Word wakker, word wakker, word wakker. Als je ook maar Mitchell aan kan stoten, dan moet je het doen. Niks werkte.
En op een gegeven moment was het echt een 0,1 seconde was die figuur ineens weg en kon ik bewegen. Het was ook niet zo dat ik met mijn ogen knipperde of dat het wegliep. Het was echt dit en klaar was het. En op dat punt dacht ik echt, wat was dit? Dus ik kijk of Mitchell er nog ligt. Nou, die lag ver in coma, die heeft helemaal niks meegekregen. Ik heb hem ook laten slapen, ik heb hem niet wakker gemaakt. Terwijl dat ik dat het liefst al wilde doen, maar hij moest nu vandaag werken. Ik heb er de hele dag over na zitten denken, zou dit dan dezelfde geweest zijn als de eerste keer? Was dit hetzelfde? Waarom gebeurt het nu hier in dit huis? In dit huis gebeurt bijna nooit iets. Er gebeuren wel een en ander aan dingetjes, maar niet zo heftig als zeg maar toen ik vroeger nog in mijn ouders huis woonde. Wat was dit en wat is de aanleiding hiervan? Hoe kan het nu ineens na al die jaren weer gebeuren? Natuurlijk kan het altijd gebeuren, maar waarom? Waarom? Ik vond het echt heel erg heftig. Ik ben ook de hele ochtend een beetje naar geweest ervan. En ik hoop dat dit dan voor nu de laatste keer is dat ik het heb meegemaakt. 2 keer is echt meer dan genoeg. Ik vind het verschrikkelijk. En omdat deze video wel vrij kort is, is het misschien leuk als ik nog wat scary storytimes van anderen ga lezen die mij zijn ingestuurd. Dat kan. Ik ben een meisje van 17 jaar. Mijn oma is overleden op 31 maart 2020 aan de gevolgen van corona. Gecondoleerd. Mijn oma is begraven. Op het moment dat oma de grond inging, kwam er een witte vlinder op de kist van mijn oma. Ik vind dat een mooi gebaar, maar ergens ook wel een beetje eng. Een paar dagen later liep ik met mijn 2 hondjes op een grasveld langs de flat waar ik woon. En daar kwam ook dezelfde soort vlinder op mijn schoen zitten. Dat gebeurde elke dag weer. Ik vond het eerst heel eng, totdat ik besefte dat het mijn oma is. Nog elke dag maak ik het mee. Zelfs afgelopen week. Ik wilde gaan slapen met tranen in mijn ogen omdat ik oma gewoon heel erg mis. Opeens voelde ik een hand om mijn haren. Ik keek, maar ik zag niks. Ik ging weer liggen en opeens hoorde ik een stem. Niet huilen, mijn kind. Ik zit goed waar ik nu zit en ik ben bij je als het nodig is. Ik moest weer huilen, maar wist dat het oma was, dus kon ik met een gerust hart gaan slapen. Dit noem ik altijd verhalen die altijd dan weer heel positief zijn. Dat geesten dus wel kunnen communiceren en dat het lang niet altijd eng is. Op een avond was ik alleen met mijn 2 broertjes thuis. Ik wilde douchen, dus ik ging naar boven. Toen ik eenmaal boven was en wilde gaan douchen, ging plotseling mijn elektrische tandenborstel aan. Ik vond dit al een beetje raar, maar ik deed hem gewoon weer uit. Een paar seconden nadat ik hem had uitgezet, ging hij weer aan. Nu begon ik het wel echt vreemd te vinden. Ik wilde de tandenborstel filmen om het later aan mijn ouders te kunnen laten zien. Maar plotseling viel mijn telefoon uit en spaceerde helemaal. Toen mijn telefoon weer normaal was, wilde ik het filmpje gaan bekijken. Toen merkte ik dat mijn geluid kapot was. Ik hoorde namelijk helemaal niks. Alleen een eng geruis op de achtergrond. Om echt te testen of mijn geluid kapot was, filmde ik nog een keer iets. Maar weer helemaal geen geluid. Sinds die avond is mijn geluid ook nooit meer teruggekomen. Ondertussen ging het tandenborstel nog steeds af en riep ik een van mijn broertjes. Ik hoorde hem naar boven lopen. Toen ik hoorde dat hij boven was, ging de tandenborstel opeens uit. Mijn broertje verklaarde me voor gek en liep weer naar beneden. Toen hij weer beneden was, ging de tandenborstel weer aan. Toen riep ik mijn andere broertje naar boven en precies hetzelfde gebeurde. Ik werd erg bang en nam de tandenborstel mee naar buiten en heb hem in de prullenbak gegooid. De volgende dag had ik een tussenuur van school en ging ik met de vriendin naar mijn huis. Toen het tussenuur klaar was en we naar school wilden gaan, pakte ik mijn jas en liep de hal in. Op dat moment voelde ik iets tegen mijn achterbeen aangegooid worden. Ik keek achterom en het was een gum. Ik wist zeker dat ik die gum een paar minuten geleden nog op de bank had zien liggen. Ik lachte naar mijn vriendin en vroeg waarom ze die gum tegen me aangooide. Ze keek verbaasd om en had geen idee waar ik het over had. Ik was net een weekje terug van vakantie. En na vakantie voel ik me altijd onwelkom in mijn eigen kamer. Het is alsof ik ergens binnenkom dat niet van mij is. Ik was die ochtend van plan om naar de fitness te gaan, dus ik deed mijn sportkleren aan. Vervolgens ging ik op mijn buik liggen op mijn bed, omdat ik nog eventjes tijd had. Plotseling voelde ik iets over mijn bil heen gaan. Het leek net of iemand er met een deegroller langzaam overheen ging. Nadat dit gebeurde ben ik rustig recht gaan zitten en naar de badkamer gegaan. Toen ik 5 minuten later terug in mijn kamer wilde, ging mijn deur niet meer open. Ik ken dat zo goed van vroeger. Als ik dan terugkwam van vakantie, dat het hele huis gewoon niet meer goed voelde. Het voelde dan altijd zo anders. Heel gek. Ik was 12 jaar en ik kwam net van mijn grootouders samen met mijn moeder en broers. Mijn vader was gaan fietsen, want dat is zijn hobby.
We hebben een nieuw huis gebouwd op een oude grond en waar dat oud huis stond, staat nu onze garage. Wij hebben aan de muur van de garage fietsen ophangen aan een haak. De fietsen hingen daar al meer dan 2 jaar. Toen we terugkwamen was de fiets met haken al keurig uit de muur getrokken, want het leek er totaal niet op dat deze was gevallen. De fiets lag met haak op een rechte lijn van de tegels. We belden mijn vader om te vragen of hij daar iets van wist, maar hij wist van niks. We hebben de hele dag zitten kijken hoe die fiets daar zou terechtgekomen zijn, maar niks leek erop dat de fiets zelf zou zijn gevallen. Tot op de dag van vandaag weten we niet hoe het is gebeurd. Mijn ouders zijn gescheiden en we hebben bij mijn vader nog niet zo heel lang geleden een huis gekocht. Het is al een oud huis en voor de trap naar de zolder is een groen gordijn. Ik lag in mijn bed en het werd opeens nog donkerder dan het al was. Het leek wel op een zaklamp die uitging. Ik vond het zo eng dat ik niet meer kon bewegen. Opeens was er weer licht, maar het bewoog. Ik dacht dat er een inbreker was die met een zaklamp in het rond scheen. Maar het rare was dat ik geen gerommel in kasten hoorde. Ik hoorde zelfs geen voetstappen. Op dat moment lag mijn stiefmoeder beneden te slapen. Op het moment dat mijn stiefmoeder opstond en je duidelijk hoorde dat ze de deur achter zich dicht deed, ging het licht uit en letterlijk nog geen 5 seconden later hoorde ik het zolderluik opengaan. De volgende ochtend zag ik dat het groene gordijn voor de zoldertrap nog een beetje open hing. Ook heb ik elke keer als ik bij mijn vader ben het gevoel dat ik de hele tijd aangekeken word. Ik ben heel benieuwd of je bent gaan kijken op zolder. Of dat je iemand hebt laten kijken. Ik zou dan tegen mijn vader zeggen, yo, dit is er gebeurd en ik wil dat je even gaat checken. Lijkt me heel eng. Vroeger had ik van die IKEA ledlampjes. Toentertijd lagen ze op mijn bed, maar nu ik ouder ben gebruik ik ze niet meer en hangen ze over mijn gordijnrails. Ik doe ze ook nooit meer aan en aangezien ze al wat ouder zijn, zijn de aanknopjes wat lammer. Waardoor als je hard blaast bijvoorbeeld, of ze ergens tegenaan stoot, ze aangaan. Dit was in de nacht. Ik word 's nachts vaak wakker en nu dus ook. Ik werd een beetje wakker, maar door mijn knijpende ogen zag ik rood licht. Ik deed mijn ogen verder open en die lichtjes stonden aan. Mijn raam stond niet open. Aangezien ik nogal een rommelig persoon ben, kan je niet zo 1, 2, 3 bij de lampjes. Aangezien er onwijs veel voor ligt. Nee. Toen dacht ik er niks van en ging weer slapen. Toen ik het in de ochtend aan mijn moeder vertelde, zei ze dat het een paar dagen geleden ook bij mijn zusje was gebeurd. Ook hoor ik 's nachts rare dingen. Van de week lag ik met mijn hoofd naar de muur, zoals eigenlijk altijd. En het leek alsof iemand naast mij een koffer inpakte. Ook leek het een keer of iemand mijn been pakte van onder mijn bed. Het kan ook zijn dat mijn been van het bed viel en ik daarom wakker schrok. Ook heb ik vaak dat ik ineens kippenvel krijg als ik in mijn bed lag. Terwijl ik dan met een trui onder mijn deken lig. Hoe laat ik in de nacht vaak wakker word, weet ik niet, omdat mijn wekker kapot is. En ik niet op mijn telefoon kijk, want dan kan ik al helemaal niet meer slapen. Maar misschien is het voor mij ook maar beter om de tijd niet te weten op dat moment. Het zijn kleine dingetjes, maar daardoor niet minder spooky. Juist, al die kleine dingetjes kunnen het zo eng maken. En ik had laatst, wij kwamen terug van vakantie. En ik lag tot weet ik niet hoe laat in bed. Want we kwamen 's nachts pas aan en Mitchell die ging even boodschappen doen. Wij hebben verduisterde gordijnen, dus het was goed donker. En hij ging weg en ik denk een kwartiertje later belde hij me om te vragen van hey, wil je ook dit en dit? Dus ik lag gewoon op mijn zij richting het dressoir en mijn plant. En ik draai me om op mijn rug om te gaan bellen. Op het moment dat ik klaar was met bellen draai ik me weer terug en ledlampjes die staan aan. Ik heb van die lichtjes in een plant, want dat vind ik leuk als achtergrond. En die stonden aan. Ik heb zelfs een foto gestuurd naar hem. Ik stuurde, ik draaide me op mijn rug om te bellen. Draai me terug en deze lampjes staan aan. What the fuck? Ja, je ziet het heel slecht, omdat het natuurlijk super donker was. Maar alleen die lampjes die stonden aan. Echt, oh my god. Ik ben toen ook gelijk mijn bed uitgegaan. Ik dacht, mooi, ik ben klaar met slapen. Gordijnen open, fel licht naar binnen. Dus ik herken een beetje de struggle. Alleen deze zijn niet lam of zo. Deze moet je gewoon aanklikken. Wat is dit? En nu als ik erover nadenk is een paar dagen later deze slaapverlamming gebeurd. Dus misschien is er wel iets heel krachtigs in de buurt. Iets wat heel sterk is. Iets wat wil communiceren. Maar doe dat dan maar liever via mijn lampjes en niet via slaapverlamming. Want daar ben ik niet zo van gediend. Dat hoeft niet. Ik ga het hierbij laten, want op de babyfoon hoor ik langzaamaan Reefje wakker worden. Dus die ga ik lekker uit bed halen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden dat er eindelijk een keer een scary storytime was. Voor nu was dit het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als het zo is, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei!